Hallo iedereen, vandaag ga ik de Perfect Palette Tag video opnemen. De vragen zijn wel in het Engels, maar zeer kort, dus ik denk dat ik ze wel gewoon in het Engels ga overnemen. Het zijn een achttal vragen en ik heb ook alle paletten die ik wil laten zien bij mij liggen. Dus laten we er maar snel aan beginnen. Best packaging is zonder twijfel voor mij mijn Gwen Stefani palet Urban Decay. Waarom? Omdat deze gouden rand heeft en dan zwart met witte, moet ik het zeggen, details of bolletjes. Blush palet vind ik op zich nog mooier, maar die heb ik nog ingepakt. Ik denk dat ik deze ga laten zien in een video, maar ik ben aan het wachten op mijn andere Gwen Stefani Urban Decay spullen die er nog moeten aankomen om echt een hele video over de spullen die ik heb gekocht te doen, als jullie dit graag willen natuurlijk. Maar dus dit is misschien nog net iets meer favoriet, maar ik heb deze nog niet in het echt gezien, dus laat ik met deze gaan gaan. En het is ook echt een super mooi palet. Ik gebruik deze nu echt wel redelijk vaak sinds ik hem heb, dus het is echt wel een must-have als je van Urban Decay houdt en de Naked paletten en dan of van Gwen Stefani of Blake bent of ik weet niet welke reden, maar elke reden is goed genoeg om deze te kopen. Best color payoff. Deze vond ik best wel moeilijk, maar ik denk dat ik in het algemeen met mijn Naked paletten moet gaan. Ik heb er wel twee en mijn Naked 3 palet is eerlijk gezegd niet zo goed qua color payoff. Ik vind dat deze soms heel moeilijk pakt, vooral de glitterende oogschaduwen. Normaal zou deze het beste pakken, zeggen ze heel vaak, zelfs met goedkopere oogschaduwen. Maar van mijn Naked 3 heb ik heel vaak problemen met het aanbrengen. Maar sinds dat ik het Naked Smoky palet heb, ben ik er wel van overtuigd dat Naked of Urban Decay oogschaduwen, ook zeker met de Gwen Stefani palet, echt wel goed gepigmenteerd zijn en ook wel de beste payoff geven. Dit is ook echt een heel mooie qua uiterlijk. Ik was aan het even tussen deze en die van Gwen Stefani. Die zijn voor mij die ik tot nu toe heb gebruikt de beste payoff. Most versatile, daar ga ik weer mijn Naked palet voor behalen. Dat deze gewoon echt heel universeel is. Je zal wel snappen wat ik bedoel als ik het laat zien. Je hebt bruine, warme tinten of warmere tinten. Je hebt koele tinten. Je kan een warme smoky eye ermee maken. Je kan een koele smoky eye ermee maken. Je kan een donkere smoky eye maken en een lichtere smoky eye. Je kan ook gewoon een natuurlijk ooglook maken of gewoon echt een heel extreme. Dus vandaar ik deze most versatile vind. Best for traveling. Ik heb deze uitgekozen. Ik vond het heel moeilijk omdat ik eerst, ik zal het even laten zien, eerst dit paletje wou uitkiezen. Dit is het Naked Basic paletje, maar dit is gewoon een van mijn meest gebruikte paletten die ik altijd bijna zal meenemen als ik ergens heen ga. Dat was mijn kat, sorry daarvoor. Maar hier zit alleen maar oogschaduw in en ik heb bijvoorbeeld geen wenkbrauwen die donker genoeg zijn om een van deze bruine kleuren te gebruiken. Dus omdat ik deze alleen maar voor mijn ogen kan gebruiken. En dus is deze niet echt heel handig om je op reis te nemen, zeg maar. Dus heb ik voor deze gekozen. Deze is van Yves Saint Laurent. Deze is een super cute packaging. Als je deze opent, heb je vier oogschaduwkleuren. Hier, dit zijn paarsige roze kleuren. Ook zo wat donker. Dus je kan er wel een donkere look mee maken, maar ook een lichte look. Je moet natuurlijk wel van paars en roze houden, maar dat is bij mij wel het geval. Dan heb je hier nog een heel mooie peachige blush. Dan heb je hier twee lipkleuren, een felle roze en een meer natuurlijk roze. Er komt dan ook nog een kwastje waar je de blush mee kan aanbrengen. Ook een lipkwastje en ook nog zo'n niet echt handig oogapplicatortje. Dus het zit er allemaal in. Dus ik dacht dat het voor een prijs gaan wel misschien het beste palet is dat ik heb. Qua veel om te gebruiken en dat je er nog weinig voor de rest moet meesleuren. Maar ik denk dat ik krijg niet vaak voor deze om mee op prijs te nemen. Maar ik denk dat deze wel heel handig is voor op prijs te nemen. Dus ik ga dit zeker meer beginnen te doen. En hopelijk heb ik ooit een palet met echt zo blush, contour, highlight, alles erop en eraan. Maar die heb ik dus nu nog niet. Dus deze. Biggest regret. Ik heb deze gewoon niet meer in mijn make-up stash zitten. Omdat ik eigenlijk alleen maar dingen bijhoud die ik ga gebruiken of meer gebruik. Ik heb er bijvoorbeeld wel dat ik meer had van verwacht. En zo denk ik van, oh damn, maar toch nog gebruik en toch nog in mijn stash heb. En zult niet zeggen dat ze bijvoorbeeld niet super gepigmenteerd zijn, dat ze niet bruikbaar zijn of niet fijn werken. Ik heb wel teleurstellingen gehad, maar dan zijn die niet meer mijn stash, dus die kan ik niet laten zien. En ik kom er ook niet meteen op. Dus laten we maar voortgaan. Misschien had natuurlijk een teleurstelling wel die Naked 3 palet is, maar ik gebruik hem nog wel graag. Ik vind de kleuren nog wel mooi. Alleen, ik had een beter qua pigmentatie en zo verwacht. Dus ik hoop eigenlijk nog altijd dat ik een slechte versie heb en dat ik misschien ooit een betere versie kan kopen. Of bemachtig, want het is echt zo'n Nikki palet. Dus let's hope. Best color names. Ja, dit was voor mij niet zo moeilijk. Ik vind van de Naked of Urban Decay oogschaduwnamen ook wel leuk. Maar ik heb hier dan toch maar gekozen voor de Nude Tude van The Balm. Omdat deze gewoon echt super leuke namen heeft. Dit is het palet. En ik zal anders even de namen overlopen. Je hebt de witte highlight kleur noemt Sassy.
de gelige highlight of gelige kleur noemt Snobby. Dan heb je een roze hier, Stubborn, Stunt, Offish, Selfish, Slutchery, Sophisticated, Seductive, Sexy, Silly, Serious en Sleek. Oké. Dus dit zijn wel leuke namen, vind ik het toch zo'n beetje speciaal of specialer, ja, unieker dan andere. Dus dit is zeker en vast mijn favoriete palet qua naam. Least Used. Deze doet een beetje pijn in mijn hart om te zeggen, omdat ik deze gewoon echt heel weinig gebruik. Of echt het laatste jaar niet kan herinneren dat ik deze gebruikt heb. Ik wil deze wel terug meer gaan gebruiken, omdat ik deze echt al heel lang heb. En het zijn dus niet de kleuren dat ik echt alle dagen draag. Als ik er nu een nieuwe van die zou kiezen, kopen, zou het een heel andere zijn. Maar ik heb deze toen ik redelijk jong was toch nog gekocht of gekregen. Denk ik gekregen. En dit is nu niet meer echt zo mijn kleurpalet of zo dat ik echt vaak zal gebruiken. Vandaar dat ik deze bijna nooit gebruik. Maar ik wil toch proberen om deze hier en daar te kunnen... Moet ik het zeggen? Dat ik zo hier en daar toch eens een kleur hieruit ga gebruiken. Dit is dus een Dior paletje, het klassieke Dior paletje. Heeft ook weer twee borsteltjes. Eén kant heeft een, ja, ik denk een eyeliner dat voor bedoeld is, kantje. En dan heb je drie applicators eigenlijk, want je hebt twee setjes. Dan heb je hier een zo'n heel lichte roze kleur die je als highlight kan gebruiken, of als in een corner of all over the lid zelfs kleur. Die ik eigenlijk echt nog wel vaak zou kunnen gebruiken, dus ik ga deze zeker beginnen te gebruiken. Dan heb je hier een donkergrijze glitterkleur, dat ook echt ideaal is om te gebruiken bij een smoky eye. En dan heb je hier een lichtgrijze kleur. Dus misschien moet dit allemaal samen wel mooi zijn, maar ik gebruik het nu veel minder, het grijzige smoky eye look. Maar als ik het ga doen, zal ik zeker eens aan dit palet teruggrijpen, want ik mis het eigenlijk wel. Dan heb je hier, wat is dit, is dat een cream? Is dat misschien de cream highlight? Ziet er wel raar uit. Of is het een oogschaduwbasis? Ik weet niet. Heeft iemand een Dior palet die het weet dat het het middelste crème kleurtje is? Laat het me zeker weten, want ik heb eigenlijk geen idee. En dan dit is een bruine ja, eyeliner. Dus Dior paletje gebruik ik gewoon helaas te weinig, bijna nooit. Most used, most loved. Ik heb er weer twee uitgekozen. Ik kon niet goed kiezen, want deze heb ik het langste. Niet het langste, maar het is een van mijn paletten die ik al het langste heb en gebruik. Dus dat normaal dat deze redelijk vaak gebruikt, dat deze er best wel iets of wat... Destroyed uitziet. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is best veel gebruikt. Want dit is een van mijn eerste durdere, of zal ik zeggen, echt niet het kruidvat make-up paletjes dat ik had gekocht in Italië. En dus dit heb ik echt al vaak gebruikt. Maar wat ik nu recent meer gebruik dan dit, is mijn Naked Basic paletje. Dit is gewoon echt, ja, ik vind het een must-have. Je hebt veel mensen dat zeggen voor het klein paletje, ik vind het de moeite niet, ik koop ineens de grote. Nee, ik vind dit echt een must-have. Echt waar. Ik zou heel graag nog de tweede ook hebben. Het is duur, vandaar dat ik ook de tweede nog niet heb. Maar ik denk als deze op zou gaan, dat ik deze zeker opnieuw koop. Echt waar. En ik geef een tip. Als je ooit met Ryanair vliegt, denk dat je deze op het vliegtuig goedkoper kan kopen. Dus dit was dan alweer voor mijn perfect palette deck. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het niet, geef dan een duim omhoog. En dan zie ik jullie weer bij mijn volgende video. Daag!